In het Nederlands Studentensanatorium in Laren, Noord-Holland, brengt professor Heringa in aanwezigheid van vele autoriteiten dank aan de besturen van twee Curaçaose steuncomité's. Reeds gedurende de oorlog werden namelijk in Curaçao gelden bijeengebracht voor het herstel van Nederland. En belangrijke giften uit deze fondsen hebben bijgedragen tot de oprichting van dit sanatorium, waar studenten in staat worden gesteld hun studie tijdens de kuur voor te zetten. Van de bouwplannen kon nog slechts een deel worden uitgevoerd, omdat het benodigde materiaal ontbreekt. De West-Indische schenkers hebben echter kunnen zien wat reeds bereikt werd en wat nog verwacht mag worden. Bij Muiden leeft